Hiersen, Lames. Dag vriendjes. Hey, ik ben Nathan van Basis Signature en welkom bij een nieuwe Reps of the Week. Deze week voorzien we deze GLA van een volledig nieuw kleurtje in het PWF Mat Smart Green. Ook deze Z4 gaan we rappen in het Royal Rose van PWF. Deze krijgt ook inclusief de binnenkanten van de deuren. Deze Mazda CX-3 zijn we nog juist aan het afwerken. Deze heeft een volledig nieuw jasje gekregen in het Omega Skins Dragon Tier. Verder hebben we nog de Golf 8 R-Line, als ik me niet vergis. Die we een bescherming geven op de snuit. En ook werken we de i8 deze week af. Verder hebben we nog de Porsche 992 GTS, die we ook nog beschermen van de snuit. Ook gaan we deze week nog 2 dagen naar Spa-Francorchamps voor de Curbstone Track Days, mijn excuses. En dit zal ook een van de grootste track days worden van dit jaar. Verder hebben we ook nog zondag waar we naar een portfolio gaan hier in Antwerpen, ook van Curbstone. Blijf zeker kijken voor nog leuke beelden van deze week en Curbstone. Curbstone dag 2. We hebben vandaag al redelijk wat auto's gewassen. Natuurlijk zijn er ook heel wat speciale auto's hier op Curbstone aanwezig. Waaronder deze AMG GTR Black Series. Verder hebben we nog de gewone GT3. Gewoon, hè. Voor Curbstone normaliteiten is dat inderdaad wel gewoon. Ook even terug vers gemaakt dat hem terug proper naar huis kan gaan. En het stopt natuurlijk niet, hè. De beelden gaan volgen van vandaag. En ik wens jullie er heel veel plezier mee.
Deze week nieuwe challenge. Een keer niet plakken deze week. Want onze Repla moet in een nieuw jasje gestoken worden. Dus ieder krijgt 5 minuten om een deur te ontwerpen. Zodat we binnenkort in een andere web kunnen steken. Geen cadeau. Wat is de tussenstand een beetje? Bij deze tussenstand vergeet ik toch dat de Juan tweede plaats krijgt. Lars eerste plaats. Vergeet ik toch. Deze week gaat Jarno ook eens meedoen. In plaats van altijd achter de schermen te staan, kan hij ook eens in beeld komen. Zijn we klaar? 3, 2, 1, go! Door een foutje van de firma zat er in het begin van de video een kleine audiostoring op het geluid. Maar zijn we ook nog vergeten om aan te kondigen wat het resultaat was van onze challenge. Op de vierde plaats hadden we Jarno, die het minst van zijn deur had ontstickerd. Daarna volgend hadden we Juan op de derde plaats, Lars op de tweede plaats en Jari voor de zoveelste week op rij op de eerste plaats. Proficiat Jari. Vandaag, net zoals vorig jaar, zijn wij terug aanwezig op de portfolio van Curbstone te Antwerpen. Château Belvédère is natuurlijk de locatie van vandaag. We gaan de auto's voorzien van hun nummers en dan gaan ze eraan beginnen. Wij rijden zelf ook mee met een Alpine van Alpine Center Antwerpen. Enjoy! We'll be right back.
Hier ze, lames. Dag vriendjes. Mijn pijp is uit. De nafbak van Alpine is leeg. Wij hebben ons eigen kostelijk geamuseerd. Ik hoop jullie ook. Hierbij sluiten wij de Raps of the Week af. Abonneer jullie op ons kanaal en tot rap. Always nice to have you. Congrats again. We have already a few.